De voormalige algemeen directeur en onderdirecteur van Telesuur, respectievelijk Dirk Keuring en Kenneth Muringen, zijn niet van plan hun voormalig bedrijf failliet te laten gaan. Zij hebben onlangs de rechtszaak tegen Telesuur gewonnen. Hun advocaat Monique Vos, die samen met haar collega John Kraag de zaak aanhangig heeft gemaakt, verduidelijkt dat haar cliënten vanaf het begin van mening waren dat het ontslag ondeugdelijk en onrechtmatig was. En op grond daarvan is dus een vordering ingediend en de grondslag van de vordering, zoals de wet dat noemt of geregeld is in de wet, noemen we dat juridisch een kennelijk onredelijk ontslag. En daarover heeft de rechter een beslissing genomen en de rechter is dus tot de bevinding gekomen dat het ontslag kennelijk onredelijk is. Wat eigenlijk vrij vertaald is dat het een onrechtmatig ontslag is, een onredelijk ontslag is. En op grond daarvan biedt de wet de mogelijkheid dat je kan vragen herstellende dienstbetrekking of een schadevergoeding. En mijn cliënten hadden in eerste instantie beide, dus primair herstellende dienstbetrekking en subsidiair een schadevergoeding. Maar gaandeweg het proces duurt langer, iedereen moet zijn leven weer oppakken, de verhoudingen, gelet op de stellingen die dan geponeerd worden in het rechtsproces, zie je dat de verhoudingen eigenlijk verstoord raken of verstoorder raken. Dat mijn cliënten op een bepaald moment hebben gezegd van we willen niet meer gaan voor herstellende dienstbetrekking en is dat ingetrokken en dan is de schadeclaim overeind gebleven. Keuring en Muringen zijn in 2015 ontslagen op aangeven van de Raad van Commissarissen onder het verwijt van administratieve onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Advocaat Vos zegt dat de rechter ten aanzien van de schadevergoeding naar alle redelijkheid en billijkheid zal beoordelen. Vos wil in dit stadium niet ingaan op de hoogte van het bedrag. Wel geeft ze aan dat het geen 2 cent is. Dus het is wel een, het is toch wel een aanzienlijk bedrag, maar de heren zijn er niet op uit en ik ga er vanuit en zonder dat ik met mijn collega heb afgestemd, maar ik ga er even vanuit dat niemand erop gericht is om het bedrijf failliet te laten gaan, maar er moet wel een stukje recht plaatsvinden. Kijk, de mensen, en dat geldt voor allemaal, hebben enorme imago-schade geleden. Bijna ben je gecriminaliseerd. Dat blijft je eigenlijk achtervolgen. En in een interview gisteren gaf ik het ook aan, dat, en dan praat ik daar even voor mijn cliënten, overal waar je dan willen solliciteren, blijft dit dus een rol te spelen. En dan stuit het bijvoorbeeld bij meneer Muringen om een baan te vinden. Eigenlijk voldoe je alles, maar dit stoort dan. Dan wil men toch wel eerst een vonnis hebben. En bij de heer Keuring ook, die begeeft zich internationaal. En dan is het zo makkelijk om te googlen, om te achterhalen wie iemand is. En dan stuit je elke keer op een berichtgeving in de die in de pers is verschreven, met name de geschreven pers. Dus, en dan word ik gebeld, als ik een brief kan sturen, om aan te geven dat er een rechtsproces loopt, om toch verder te kunnen gaan met meneer Keuring. Dus, het blijft je achtervolgen. Dus die schadeloosstelling die de rechter heeft toegekend, eigenlijk de schade die je hebt geleden, kan geen enkel bedrag, als je $3 miljoen krijgen, het neemt die schade niet weg. Omdat eigenlijk blijft die schade enigszins toch gedeeld. Vos heeft het vonnis nog niet ontvangen, waardoor ze niet precies kan aangeven op welke gronden de rechter het vonnis heeft gewezen. Wat ze wel weet is dat Keuring en Muringen op basis van een intern rapport zijn ontslagen. Dit gebeurde zonder dat zij een weerwoord hebben kunnen plegen. De voormalige president-commissaris van Telesuur, Gardelito Hiwaki, zegt nog geen reactie te kunnen geven omdat zij het vonnis nog niet op schrift hebben ontvangen.